Ik zou iedereen willen vragen om mee te doen. We zullen bij deze retraite zullen we met 4 leraren maar liefst zijn. Dus Andy, Tom en Lauren, die doen ook allemaal mee. Zijn leraren van Peace Revolution, die dus ook dezelfde meditatie als ik onderwijzen. En we zullen samen proberen om een heel mooi weekend neer te zetten. Dus als je wil meedoen, zou ik je zeker vragen om je in te schrijven. En de retraite is ook heel goed om je meditatieervaring uit te diepen. Dus als je al eerder hebt gemediteerd, dan is het ook een goed idee om een keer aan de retraite mee te doen. Omdat je dan als het ware de pieken in je meditatie wat kunt verhogen. Dat klinkt misschien een beetje raar. Waarom zou je pieken in de meditatie moeten hebben? Maar een leraar die legde mij ooit eerst ooit een keer uit van ja, je hebt in feite een pieken en dalen in je meditatie. En in je dagelijks leven dan werk je met name aan de dalen. Je zorgt ervoor dat je meditatie consistent blijft en dat je steeds beter omgaat met de hindernissen die in je meditatie voorkomen, zoals stress of slaperigheid of andere hindernissen, waardoor je wat meer kan werken aan de dalen, zeg maar. Maar in de retraite heb je de kans om echt de diepte in te gaan en te werken aan de pieken in meditatie. En dat is niet zo dat we nou op zoek gaan naar piekervaringen, zoals bij sport of bij mystieke ervaringen of iets dergelijks. Maar het is meer dat daarmee je hele meditatie, de dagelijkse meditatie die je doet, als het ware opgekrikt wordt. Omdat elke meditatie die je dan vanaf de retraite af gaat doen, dat ook verandert. Dus dat je eigenlijk merkt dat je binnen jezelf ook bent veranderd door zo'n retraite. Dus een retraite kan heel krachtig zijn. En ik raad iedereen aan om de reet te volgen als je dat nog niet hebt gedaan. En als je nog niet bekend bent met deze meditatievorm, de Makaya meditatie, dan raad ik het ook zeker aan, want dan heb je een hele goede, gedegen introductie. Nou, je hoeft ook niet te veel te schrikken ervan. Meditatiesessies zijn niet heel lang, maar de sessies zijn lang genoeg, zodat je een beetje een goede introductie hebt. En elke leraar heeft weer net wat andere invalshoeken en dat geeft je de mogelijkheid om meerdere aspecten van de meditatietechniek te verkennen. Dus ik hoop dat jullie erbij kunnen zijn. Dus als je wil meedoen, schrijf je dan in.